31 mei. In Lucas 24, vers 49 heeft Jezus gezegd dat we bekleed zullen worden met kracht uit de hoge. Hij zei namelijk, en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. We hebben in deze dagen nadrukkelijk gezien hoe de Heilige Geest een helper is. Een helper die altijd aan onze zijde is. Iemand die wijsheid wil geven, een genade wil geven, een kracht wil geven. En ook om gevangenisdeuren te openen en de gevangenen los te maken, de boeien te verbreken, om een bewijs te leveren. Maar dan zullen we eerst bekleed moeten zijn met het kleed van de Heilige Geest. Eerst moet die zalving van de Geest van God op ons komen. De Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat de zalving van de Geest die zal op u moeten zijn. Jezus werd ook gezalfd met de Heilige Geest. Er staat nadrukkelijk, eerst ontving hij de Heilige Geest. Maar uit Handelingen 10 vers 38 lezen wij dat Jezus Christus ging rond goeddoende en genas allen die overweldigd waren door de boze, de machten. Maar hij was eerst met kracht en met de Heilige Geest gezalfd. En die twee dingen die horen bij elkaar. Met kracht en met de Heilige Geest. En diezelfde zalving wil hij aan ons geven. Ik zalf u. En die zalving die zal ons ook helpen in alle dingen. Die geeft ons die wijsheid. We gaan in de komende tijd gaan we zien over wat de Heilige Geest allemaal wil geven door gaven. En in de Geest van God zijn gaven bovennatuurlijke dingen. Wat wij zelf niet kunnen, maar wat hij door u heen kan gaan doen. Want hij wil u alles geven wat u niet bezit. En hij wil dat u dingen gaat doen wat hij alleen maar kan doen in u en door u. En hij zal Christus in u openbaren, want Christus is in ons. Ik wens u een gezegende dag. God is uw helper. Het woord is uw helper. De Heilige Geest is uw helper. Alles is uw helper. Iedereen kan door God Geest geleid worden. En dat zijn zonen en dochters Gods. Gedraag u als een zoon en een dochter vandaag. God zegen u.